Dank u wel, voorzitter. Ik hoor mevrouw Thiele zeggen dat niet alle zorg plaats hoeft te vinden in elk ziekenhuis. En tot op een bepaalde hoogte kan ik daar best wel in meekomen. Je ziet ook dat mensen uit heel Nederland reizen naar het Antonie van Leeuwenhoek voor hooggespecialiseerde oncologiebehandelingen. Dat is planbare zorg. We weten dat daar de beste kwaliteit is. Dus ook mensen uit Groningen, uit Limburg, die gaan daar naartoe om die behandelingen te krijgen. Maar dat gaat dus juist om die planbare zorg. Dus dat we zouden zeggen, in bepaalde ziekenhuizen halen we de planbare zorg, de oncologie, de urologie, de MDL, die halen we daar weg. En dat doen we op een grotere locatie. Daar valt wellicht nog wat voor te zeggen. Maar de beweging die we zien is andersom. Het is juist de acute zorg die weggehaald wordt uit die kleinere centra. En er blijven eigenlijk polyklinieken over met alleen maar planbare zorg. Terwijl juist in die acute situaties wil je dichtbij zitten. Dan wil je niet hoeven nadenken of je vanuit Zutphen naar Deventer moet of naar Apeldoorn. Dan wil je gewoon in Zutphen terecht kunnen. Juist die behandeling die je al 3 weken van tevoren weet. Ja, dan heb je nog de problemen die mevrouw Marijnis al noemde van het openbaar vervoer. Niet iedereen heeft een auto. Maar daar valt wellicht nog een mouw aan te passen. Dank u wel. Het is juist die acute situatie waarin het lokale zo belangrijk is. Mevrouw Thiele. Ik wou net inderdaad precies tegen mevrouw, wat korter. Ja? Boven wij dat inderdaad juist ook planbare zorg, hè, zeker dingen waar je vaker voor terug moet komen, dat het best wel fijn is dat dat in de buurt is. Hè. Dus, dus ik weet niet helemaal of ik het met haar eens ben dat juist dat in grote centra op afstand moet zijn. Ik ben met mevrouw Pauverwij eens dat als je een spoedvraag hebt, dat dat toegankelijk en we hebben daar normen voor, hè, in de buurt beschikbaar moet zijn. Maar ook daar zien we al verschillen. Hele complexe trauma's hoef je niet overal te kunnen behandelen. Dus de vraag is, is het feit, en die vraag laten we die dan ook nog aan de minister stellen, is het feit dat er geen spoedzorg is in Zutphen in de totale regio inderdaad een probleem of niet? Ik bedoel, het is vervelend als je door moet rijden naar Deventer, maar de afstand Zutphen Deventer is ook niet gigantisch. Mevrouw Pauverwij. En dit snap ik dus niet zo goed. Ten eerste wil ik graag nog het punt maken dat ik niet zeg dat het goed is dat we de planbare zorg concentreren. Dat is mijn woordenverdraaien. Okay. Maar daarnaast zegt mevrouw Thiele dat ze snapt dat dat niet fijn is. Ja, niet fijn of vervelend is niet waar we het over hebben. We hebben het over acute situaties. We hebben het over hartaanvallen, herseninfarcten, acute bevallingen waarbij het kind dreigt te sterven. Dat is niet fijn. Dat is leven of dood. Dat is waar het over gaat. En we zijn de 45-minuten-norm aan het afschaffen. We zijn links en rechts vallen er ziekenhuizen om, waar met name dus de acute faciliteiten afnemen. Ik snap niet hoe mevrouw Thiele dat kan verdedigen of als niet fijn of vervelend kan typeren. Mevrouw Thiele. De kwaliteit van zorg bij deze is cruciaal. Maar dat hangt van meer dingen af dan alleen maar de afstand tussen de plek waar de acute probleem zich voordoet en waar die opgelost kan worden. Er spelen veel meer dingen. Is er voldoende gekwalificeerd personeel? Is dat op dat moment ook aanwezig? Wat is de route van de ambulance? Wat kan er in de ambulance wel en niet gedaan worden? Dus ik vind dat mevrouw Pauverwij het nu wel makkelijk plat slaat, terwijl ik haar ook niet zo ken. Dus het feit dat er ergens en dat is dus de vraag, en die stel ik dus ook aan de minister. Het feit dat er in een bepaalde locatie de spoedpost niet beschikbaar is, of gedurende korte tijd niet beschikbaar is, of helemaal niet meer beschikbaar is. Welk effect heeft dat op de kwaliteit? En waar kunnen mensen dus dan nog steeds op rekenen als ze acute zorg nodig hebben? Mevrouw Pauverwij. Tot slot, voorzitter. Ik erken absoluut dat kwaliteit veel breder is dan alleen de tijd. Maar tijd is juist bij acute aandoeningen heel erg belangrijk. Ik zal de minister straks ook naar vragen, want die weet als geen ander waarom termen als time to needle en zo geïntroduceerd zijn in de zorg. Maar juist in die acute situatie is tijd een hele belangrijke factor. Is mevrouw Thiele dat dan in ieder geval met mij eens? Zeker. En het is een belangrijke, maar niet de enige. En daarom is mijn vraag ook, hè, welk probleem is er dan nu? En is daar een oplossing voor? En hoe ziet die oplossing er dan uit? Mevrouw Westerveld, GroenLinks.